Eurovisie Songfestival gaat van start. Ze doet er verschillende landen aan mee, tot verbazing van velen ook Israël. Wat vind jij ervan dat de helft van al die participerende landen Israël willen boycotten? Like boycotting in general is good for change. Nou ja, ik vind het gewoon jammer dat volgens mij is het ooit ook met de gedachte begonnen dat het zou verbinden. En ja, dat is dus niet het geval. Wat vinden jullie eigenlijk van deze deelnemers die zeggen, ja, we willen gaan niet eigenlijk participeren? They should continue to participate. Yeah. And if people are angry, then they should say that. Yeah. Nou, het laat wel, denk ik, ook een beetje hun standpunt al zien van, oké, weet je, we kunnen niet zomaar nu allemaal leek gaan doen. Terwijl er ook gewoon iemand meedoet die, ja, wel nu midden in zo'n situatie zit waarbij gewoon zoveel mensen omkomen. Ja, dan vraag ik me af, wat zeg je daar dan mee? Ben je dan inderdaad de boel de das aan het omdoen? Of maak dan in ieder geval duidelijk waarom je het doet, hè? Zien jullie dan ook dat Nederland eigenlijk moet terugtrekken? Die keuze is natuurlijk aan hunzelf. Maar ik hoop dat ze, als ze er dan gaan staan, wel iets van voor een goed doel iets doen, zeg maar. I think every country should participate, but they should be saying something about it. And do you think your country's song is gonna win? Last year and the year before that, like, Germany's, no, it's not gonna happen. I won't hear it. I won't listen to it. I can't vote for it and I wouldn't vote for it. De rest van de nummers ken ik toch niet. Dus. je hebt alleen deze gehoord. Yeah. Dus denk je, we gaan winnen? Eerlijk. Joost klein, droom groot. Zegt hij altijd toch. Waarom niet? Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa. Pa.